Oh my god, Anko, we zitten in de lucht gewoon. Jongen mensen, super dat jullie weer kijken deze gloednieuwe Fortnite Cheater mijn kanaal. Gamester jongens, en vandaag is het de dag dat er weer een super zieke glitch is, jongen. Holy fucking shit. Ik heb namelijk een glitch gevonden waardoor je echt kan vliegen in Fortnite. Het is geen grap, het is geen clickbait, het is legit waar. Jullie gaan het allemaal in deze video zien, jongens. Dus hopelijk hebben jullie zin. En vergeet niet zeker op die duimpjes omhoog te rammen. Vergeet natuurlijk zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want natuurlijk zo help je natuurlijk mijn kanaal groeien. Want we gaan echt super hard. Dus echt super bedankt voor het abonneren op mijn kanaal. Voor de mensen die natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal, kan je kans maken op een gifted skin. Dit is de winnaar van de vorige gifted skin. Ik ga jou toevoegen en zo snel mogelijk een skin geven aan jou. En we gaan natuurlijk gelijk weer een giveaway erop gooien. Dus wil je natuurlijk kans maken, het enige wat je moet doen is geabonneerd zijn. Deze video hebben geliked. En laat dan natuurlijk in de reacties achter dat jij hebt geabonneerd. En laat dan ook gelijk je Epic Games naam erbij achter. Zodat ik jou kan toevoegen. En dan maak je automatisch kans op de giveaway, jongens. Dus hopelijk hebben we zin in. Deze video wordt weer insane, jongens. Echt, oh my god. Het is echt... Jullie gaan het zien. Het is echt prachtig voor woorden, ouwe. Holy damn. Dus hopelijk hebben jullie er zin in. Laat maar gelijk in de video duiken. Let's fucking go. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En we gaan eigenlijk weer naar onze glitch spot natuurlijk. We landen eigenlijk altijd hier in de glitch video's. Maar het is ook gewoon de plek om mensen te farmen. En that's it. Dat is eigenlijk gewoon de enige plek waarom we hier dan hebben. Ah ja, Anko, maar we spelen deze keer, jongens, Solid Gold. Want ja, in Solid Gold krijg je veel meer materials. En dat hebben we dus echt weer nodig in deze game. Want we doen weer een Skybase glitch. Alleen dan een tikkeltje anders. Het is eigenlijk best wel heel erg anders. Dus we laten het zo meteen zien. Ik weet niet of we het kunnen demonstreren. Want we zijn natuurlijk wel wat slimmer geworden in de alle Skybase challenges die we allemaal hebben gedaan. We moeten namelijk zo vroeg mogelijk gaan bouwen. En dat is echt elke keer onze valkuil geweest. Waardoor we zeg maar naar beneden geschoten worden. Omdat we dan te laat beginnen met bouwen. En iedereen die zooi ziet wat wij bouwen, zou ik maar zeggen. Dus Anko is ook ergens anders geland. Zodat we veel mensen kunnen farmen in een, ja, een korte tijd, zou ik maar zeggen. Volgens mij krijg je dubbele mats, ouders. Dat is wel super chill. Dus give me some mats, I guess. Hoe nice minis. Maar we hebben dus weer snowmannetjes nodig. Want die dingetjes zijn echt super chill. En deze keer, het is eigenlijk een stuk anders dan we... oeh, nice caps ook nice. Let's go, bro. Oké, Anko. Let's go. Heb jij daar een beetje chille wapens? Ja, ik kan alleen maar gouden zooi krijgen, maar volgens mij lukt dat ook. Nou ja, ik heb nu mijn eerste kist. Oké, een banish kanon en een SMG. Ja, ik heb ook een banish kanon, maar die kan ik niet meenemen helaas. Alright, maar we gaan dus laten zien jongens wat we deze keer van plan zijn. Het is echt insane jongens. Ik denk dat dit wel de insane en apartste glitch is die we tot nu toe hebben gedaan. Dus deze wordt echt geweldig. Oh, de Cezo zit perfect, ouwe. Anko, ik denk dat dit echt de game is. Oh my god, ik word vol gelaserd. Ik ben gepusht. Ik word gepusht. Kom eraan. Ja, ik ben nog tyfus ver, gast. Maak eens uit, maak eens uit. Ik kan het heel misschien... Ik weet niet of hij alleen is. Oh. Hij is alleen. Ik heb hem. 100%. Hij is white. Got him. Nice. Oh my god. Ik schrok me dood, gast. Holy fuck, Anko. Ik had echt van mijn hart in mijn kill zitten hier, jongen. Oh, al mijn mats niet weg, want ik heb ongeveer hetzelfde weer teruggekregen van die enemy. Oké, nice. Oké, dat was... ik piste bijna mijn broekje. What the fuck? Die kill kwam uit de niets, gast. Oh, ik heb wel minus kunnen. Haha. Oké. Okay. Alright. Oké, dat was een... ja, een rare binnenkomen zou ik maar zeggen. Hé, hey, we hebben het overleefd, man. Dat is chill. Ja, we moeten weer, jongens, superveel materials gaan hakken. Maar ik zal zo meteen denk ik ook wel een paar dingen knippen, zodat het niet natuurlijk mega lang is voor jullie. Maar jongens, echt, ik zweer. Jullie denken misschien aan de titel te zien van Vliegen Dylan, je lult. Het is waarschijnlijk weer echt een clickbait ding. Het is serieus waar. Je kan letterlijk gaan vliegen in Fortnite nu, jongen. Holy shit. Ik laat het zo meteen zien. Het wordt echt insane. Het wordt echt, het is heel apart om te doen, maar wel echt super leuk om te doen. Dus ik heb er weer zin in, jongen. En Anko ook natuurlijk, toch? Anko, hè? Kom op, man. Ja! Wow! Ik heb trouwens wel een sniper, man. Dus dat is super chill. Als we hoog in de lucht zitten, willen we wel naar beneden kunnen kijken, hè? Heb jij iets van heals? Qua medkit of zo? Ik heb een banish gun. Oké, nice. Want ik ga het niet, denk ik... Wacht, ik bouw gewoon even dom zo. Anders moet ik fucking ver nog doorlopen. Ja, de Cezo komt er aan. Bouw maar door, bouw maar door, bouw maar door. Ja? Ja, ja, ja. Oké. Oké, ik hoop niet dat mijn ramp het nu verkloot. Dat zie ik ook wel gebeuren. Oké, ik gooi even een ding op mezelf, zodat ik niet dood ga in ieder geval. Oké, de Cezo komt ook. Bouw ietsjes, zeg maar een beetje... Doe maar zo'n schuine ramp omhoog. Gewoon die normale ramp, dat je dan gewoon doorloopt. Holy shit, Anko. Oh my god. Oké, kan jij checken of er mensen onder ons zitten of niet? Kijk, ik kan gewoon bouwen nu. Dat is fucking relaxed.
Wat? Dit ziet er zo spacend uit, bro. Holy fuck. Omdat je schuin gaat. Ja, man. Wat de heck? Hey. Oké, okay, nice. Het is niet mega ver, man. Dit is wel nice. Laten we omhoog gaan. Laten we weer omhoog gaan. Alright, let's go, bro. Oké. Okay. We moeten zo hoog mogelijk gaan, jongens. Het is eigenlijk hetzelfde als de andere Skybase glitches. Alleen zo meteen als we C zitten, gaan we echt iets super zieks doen, jongen. En dat wordt echt fucking ziek. Want dan zitten we gewoon nergens aan vast, hè. We vliegen letterlijk in de lucht. Zonder structure aan ons vast, wat dan ook. We zitten gewoon letterlijk zonder iets aan te raken in de lucht. Dat is echt insane. Dat is fucking grappig. Oké, we wachten heel even af, want dan gaan we gelijktijdig met de safe zone bouwen. Want dan gaat niemand echt hopelijk kijken hier, man. Heb je nog ijzer? Ja, hè? Ik heb 300 ijzer. Ik heb 800. Holy fuck! Ik heb 0 steen en nog 900 hout, dus het moet goed komen. Hier, heb je mijn steen. Thanks. Right, let's go, bro. Let's go, man. We zitten pauperhoog. Oké, als mensen ons nu spotten, word ik lijp. Oké, ja. Ga. Gewoon slow meegaan, inderdaad. Ik plaats af en toe wel een cone, je weet maar nooit. Nice. Ik zie de hele safe zone niet eens. Ja, hij komt. Je ziet het op je map, nice. Ja. Als echt het topje van ons... ik zie hem ook echt amper. Oh, ja. Hij is heel raar, man, hier hoog. Ja. Oh my god. Ik hoop dat die cones ons echt saven, man. Want okay, het is niet mega ver, hè? Nee. Sasio. Maar dit is dus de tactiek, jongens. Kijk, we moeten gewoon met de safe zone meegaan. Want dat is gewoon hoe het moet. Anders word je gelijk weer naar beneden gejengeld, omdat iedereen die brug natuurlijk ziet, die je omhoog hebt gebouwd. Holy fuck, we zitten hoog! Maar het lijkt niet eens zo super... Oké, wel, het lijkt wel hoog. Doe ja, bro, we zitten hier safe. Hier zitten we safe. Ja, maar gewoon even wat verder, want die safe zone die... weet je, snap je? Ja, maar ik heb geen match meer, man. We doen het gewoon hier, fuck it. Doe het, let's go. Doe maar. Oké, ik spring eruit. Oké, jij er ook? Oké, ik maak eerst die van jou, zodat jij alvast safe zit. Zo. Okay. Oh my god. Nice. Je moet gewoon deze ballen pakken, jongens. Je zet ze op elkaar. Anko kan volgens mij er nu op zitten. Juist, man. Lekker, bro. Oké, ik pak die van mij. Zo. Oh my god, dit moet snel. Dit is fucking eng om te doen. Oh, shit. Oké. Okay. Klaar voor? Jij moet een RPG heel ver. Kan je... Schiet hem daar of zo. Oh my god, jongens. We zitten... Oké. Okay. Ik ben aan het scannen, man. Oh, er zitten mensen. Oké, stop met schieten. Er zitten mensen letterlijk bij dat huis op East, man. Ik heb het gevoel dat ze ons gaan zien. Hij snipt op ons. Sowieso. Nee, hij snipt niet op ons. Wacht, ik edit die van mij alvast weg. Het gaat wel weg. Hij ziet mij wel. Ja, hij schiet op mij. Wacht, ik snipe hem. Ik ga hem snipen. Wacht, ze zien ons sowieso. Of niet? Ik weet het niet. Anko! Oh, yes. Ja, vallen! Yes. Ik ga vallen! Oh shit, Anko! Houd vol! Ik heb het overleefd! Ik ben boven! Oké. Ja, hij zag mij, man, hij schoot op mijn bal. Oh my god, ik zit. Ja, hey, ik kom er ook aan. Nice. Kom, Anko! Hey! Oh shit, al! Oké. Het is zo kut. Kijk, inderdaad, als jij die Skybase die. Wow, yo. Die we hadden gemaakt, wegschiet. Dan horen mensen dat natuurlijk. Maar holy shit, we hebben wel even laten zien hoe die glitch werkt. Het is knijterlastig inderdaad om dat zonder gehoor of zicht te doen. Maar we hebben het wel even geklaard, Anko. Holy shit. Ja, man. Oh, nice. Ik kwam eigenlijk snijven daar, man. Oh, is dat een guy? Nee, is een boom. Pak, ouwe. Hoezo? Echt, het is echt nog 0 keer gelukt dat mensen ons niet hebben gezien, man. Dat is zo lastig. Het is wel lastig. Ai, man. Oké, laten we gewoon deze game dan winnen, man. Let's get it, bro. Ik vind het goed. Of wil je die nu nog een keer doen? Ja, maar je kan niet omhoog bouwen. Mensen zien dat zo snel. We zitten daar allemaal te vechten. Oké, zullen we het doen? Oké, fuck it. We kunnen niet mega hoog, hè? Dan gaan we gewoon niet op het high ground zitten. Oké, zal ik het doen? Oké. Ik ga het gewoon weer doen, fuck it. Oké, dan moet je even stoppen met die RPG's, bro, want anders... Heb jij rockers voor mij dan? Dat is het enige wat ik heb. Oh ja, hier, 8. Oké. Oh my god. Oké, we zijn hoog aan het bouwen. Weet je wat we gewoon doen? We gaan niet heel hoog, we gaan gewoon hier. Ja, ik vind het goed. Oké, fuck it. Waar heb je die rockers gedropt? Ergens onderweg. Oké, oh, ik heb ze, nice. Oké, kan jij even... Weet je hoe het werkt? Mhm. Oké, nice. Kan jij die van jou doen dan? Ja, is goed. Zo. Oh my god, ik ga het gewoon weer proberen. Oké, doe jij die van jou? Doe ik die... Die van mij is klaar nu. Oké. Denk ik. Pick up, ja, en hoe drop je? F heb ik het op staan. Gewoon drop, staat links onderin. Put down, yeah. F. Yes. Oh my god, oké. dit gaat zo fout. 100% we worden gesnijd. Oké, wacht. Oké, edit het weg. Okay. Nee! Oh my god, oh je stond er nog niet op. Akko, schiet de RPG onderop. Schiet er onder.
Dat hele ding moet weg, het valt fucking op. Juist, juist, juist. Oké, ik ben de hele tijd aan het hoppen. Oh my god, Anko, we zitten in de lucht, bro! Oh my god! Oké, wacht. Er zit daar een chopbouw, hè? Wacht. Waar? Kan jij hem RPG... Nee, nee, nee. Die RPG... Je hebt alleen maar een RPG, of niet? Ja, voor afstand wel. Oké, oké. Nee, nee, oké. We blijven gewoon hier zitten. We zitten binnen. Maar hun gaan ons sowieso zien, bro. Ja, man. Ah, ik ga er wel bij zitten. Oh, oh ja, zou ik ook even doen? Hé, hey, stoeltje erbij. Ik ga er gewoon bij zitten. Even popcorn, hoppakee. What the fuck? We zitten in de lucht. Ik ga ons sowieso spotten. 100%. Wacht, ik heb een sniper. Ja, hij ziet ons. Hij ziet ons, Anko. Hij ziet ons. Hier. Nee, nee, nee. Ze zien ons jawel, niet. Jawel, die RPG guy. Ja, ja. Hij sniped. 100. Dood. Oh, RPG, done. RPG. Lekker. Schieten. Doe het gewoon. Doe het. Oh my god. Die kerel is vol gesniped. Ja. Hey, Anko, pak hem op. Oh shit, hey. Ouwe. Woehoe. Let's go, gast! Hoe kan dat? Hoe kan dat zo gelopen zijn, bro? Oh my god! Dit was ziek. Dit was een fucking ziek einde, Anko. Holy shit, bro. Oh my god, ouwe. Oh my god. Ik had die kerel gesnijd en jij had die RPG vol op zijn teammate gemapt, jongen. What the fuck? Terwijl we vlogen, hè? Ah, dit is geweldig, ouwe. Nou jongens, we hebben het hopelijk goed laten zien. Je kan natuurlijk dit op elke hoogte doen zoals je zagen. We zaten niet eens zo super hoog en we hadden gewoon de game gewonnen. What the fuck, ouwe. Holy damn, jongen. Nou jongens, dit was natuurlijk de video. Hopelijk vonden jullie deze glitch weer super leuk om te zien, jongens. Vergeet niet zeker op die blauwe duimpjes omhoog te rammen. Natuurlijk, hoe meer likes we krijgen, natuurlijk, dan groeit het kanaal natuurlijk super snel. Het zou super dope zijn. Het zou super dope zijn als jullie natuurlijk op die duimpjes omhoog rammen. Vergeet dan niet zeker op mijn kanaal te abonneren. En natuurlijk op die van Anko. Zijn linkje zal in de beschrijving staan, jongens. Kijk. Holy fuck, ouwe. Ik sta nog steeds van te kijken hoe we die game hebben geklaard, man. Boy, holy ouwe. Shit. Dit was Rocket Launcher. Dit was ziek, ouwe. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer bij een gloednieuwe video. Later, mensen.